Oei. En daar dan weer naar huis. Dat was het. Meer wilde ik gewoon niet vertellen. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ga soep warmen. Ze is op school en ik vind het zo lekker om soep van gisteren op te warmen als ontbijt deel 2, zeg maar. Sommige mensen vinden dat gek, maar ik vind dat echt super lekker om dan te eten. En dat start je dag goed. Vandaag nog even de schade opruimen van gisteren. Want er ligt toch hier en daar wat troep. Ik had gisteravond geen zin om toen nog te stofzuigen. Er is best wel wat over de vloer gegaan. Je zou echt denken dat er een feest was met 200 man of zo. Dus, maar dat was het niet. Dat had het zaterdag moeten zijn, maar helaas. Ik moet wassen en daar heb ik geen zin in. Maar het moet... En nu leftover taart. Het is mijn after birthday cheat ochtend. En wat heb ik aan vandaag? Ik heb deze top aan van Warehouse, broek Mango en schoenen van Geox. En ik ben vandaag echt weer kip van de kop. Ik loop heen en weer, ik doe wel dingetjes, maar dan denk ik ook, ga dat doen. En dan denk ik, nee, dat en dat. En dan ben ik echt een kwartier verder en dan heb ik geen van die dingen gedaan. Dus gaat weer goed met mij, echt. Moest trouwens pas wel lachen, want ik doe wel vaker, dan ben ik boontjes aan het breken, terwijl ik vlog. En dan had ik een tijd geleden ergens een reactie erop gekregen van, oh, breek jij ze? Ik snij ze altijd. En toen was ik eigenlijk heel stom benieuwd. Wat doe jij? Breek je boontjes of snij je ze? Ik doe ze altijd breken, vind ik 10 keer makkelijk, 10 keer sneller. Ik weet dat mijn moeder ze weer altijd snijdt, want dat vindt ze ook weer beter. Sarah leert ze te breken, maar die doet het van mij na. En voor de rest weet ik eigenlijk niet hoe mensen het doen. Dus let me know. Sarah is uit school en nu gaan we richting mijn ouders even een pakje doen. Sorry. En daar dan weer naar huis. Dat was het. Meer wilde ik gewoon niet vertellen. We zijn weer thuis. Dat was even gezellig. En nu mag ik gaan koken. En dat heb ik gelukkig al klaarstaan. Want ik haat een lange ruk in de keuken. En wij hebben weer een van onze favoriete gerechten. Pasta. Pesto. En een grote bitchfight in The Real Housewives of Beverly Hills. Oh, ik ben helemaal hooked aan die serie momenteel. Het grappige is dat ik het natuurlijk ooit wel gezien heb. Maar dat is echt zo lang geleden. Dus soms kijk je iets en denk je, oh ja, ergens weet ik dat nog wel. Maar echt heel veel kijk ik ook echt weer terug. En denk, nou, dat wist ik echt allemaal niet meer. Marco was trouwens net, die kwam thuis. En die heeft gedoucht, wat gegeten en die is naar bed gegaan. Dus dat was echt een supergezellige avond. Dus ik heb wel wat dingetjes gedaan, maar niks boeiend. En ik ben echt hooked vanavond. En ik denk dat dit het enige is wat ik vanavond nog ga doen. Oké, het is iets later dan de bedoeling was. Het valt mee, maar het is wel iets later dan de bedoeling was. Want ik moest en zou mijn aflevering afkijken. En ik zat net te kijken. En ik klik hem alleen heel dom weg. Ik heb, ondanks dat ik dacht dat ik het heel slecht had gedaan, heb ik toch nog wel, kijk eens, dat is scherp, redelijk wat stappen gelopen. Nou, ik krijg hem niet scherp, maar volgens mij is het wel leesbaar. Maar ik moet echt weer naar die 10.000. Ik moet echt even gaan zorgen dat ik mijn telefoon gewoon de hele dag op mijn lijf draag. Want dan weet ik hoeveel stappen ik echt doe. Want ik weet dat ik er wel meer heb gelopen, omdat ik hem echt vaak laat liggen. Maar ik wil gewoon weten of ik ze wel of niet haal. Maar goed, ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!